nadenken. Gasthuisberg kunnen we niet missen, uiteraard. Onze medische campus en alles wat daar gebeurt. In het hoofdkwartier van KU Leuven Research and Development is gedelegeerd bestuurder Koen de Bakkere druk in de weer met het uitstippelen van een rondleiding in Leuven. Niet een zoveelste historische, maar wel een rondleiding met oog voor economie en innovatie. Ja, goed zo. The proof of the pudding is in the eating, dus hop naar de eerste halte. Het Researchpark Haasrode, dat is 136 hectare groot en gelegen in het zuidoosten van Leuven, vlakbij de afrit van de E40. Zo, hier zijn we op het wetenschapspark Haasrode. Dit is een van de eerste wetenschapsparken in België. Heel belangrijk instrument voor Leuven Research and Development, want met onze meer dan 150 spin-off bedrijven is dit een belangrijke thuisbasis geworden, waaronder de thuisbasis van enkele ondertussen heel grote spin-offs. En hier zijn we dan bij een van onze parels, Materialize, een van onze grote spin-off bedrijven, opgericht door Fried van Kraan in de jaren 80 met ruggensteun van professor Jean-Pierre Kroet, departement werktuigkunde. Vandaag wereldwijd actief op vlak van 3D-printing en een van de weinige Belgische bedrijven die Nasdaq genoteerd zijn. Soms gebeurt het dat de meest succesvolle spin-offs overgenomen worden door buitenlandse multinationals. Dat gebeurde onder andere met LMS, dat overgenomen werd door Siemens. Zo, en hier zijn we bij Siemens, een van de grote spelers op het wetenschapspark Haasrode. Ontstaan als LMS, opgericht door Urbain van Deurze, founding father van heel wat ondernemende activiteiten in het Leuvense. Ontwerper van trillingsoftware en ik ben er zeker van dat uw wagen op een of andere manier door de handen van Siemens LMS gepasseerd is. En hier zijn we dan bij KLA ICOS, opgericht door André Oosterling, een van onze andere pioniers. Technologie die hier ontwikkeld wordt, wordt wereldwijd gebruikt voor chipsinspectie, dus de kans is heel groot dat een van de chips in apparaten die u gebruikt met technologie van hier geïnspecteerd is. Van Haasrode rijden we richting het prachtige Arenbergkasteel in Heverlee. Hier bevindt zich de campus voor wetenschap en technologie. Dit is het kloppend hart van heel wat LRD-activiteit. In een straal van 300 meter zijn heel wat spin-off en andere valorisatieactiviteiten ontstaan, gebaseerd op uitstekend wetenschappelijk onderzoek. En met andere woorden, het is de ontmoetingsplaats van verleden, heden en toekomst. En ik wil zeker ook blijven stilstaan bij het departement elektrotechniek, de thuisbasis van Roger van Overstraten, die hier de eerste cleanroom bracht in 1968 en dan verder ging met de oprichting van IMEC en op die manier Silicon Valley in Leuven waarmaakte. Vanop de trappen van het departement elektrotechniek zie je de IMEC-toren. Roger van Overstraten, die in 1999 overleed, zou trots zijn op wat er nu allemaal gebeurt. IMEC bestaat intussen bijna 40 jaar en is wereldwijd een belangrijk referentielab geworden voor alles wat met nano-elektronica en artificiële intelligentie te maken heeft. In de schaduw van de IMEC-toren in de Gaston Geenslaan zetten we de stap van computer sciences naar life sciences. En de Leuvense bio-incubator is daarbij de place to be. Hier zitten onder andere bedrijven uit de biotech, pharma en voedingssector. En hier wordt in de voetsporen van onze Vlaamse biotechpionier Desiré Kolle hard gewerkt aan behandelingen en aan geneesmiddelen voor verschrikkelijke ziektes zoals Alzheimer en Parkinson. Maar niet alleen ziektes krijgen hier aandacht, ook biergisten, zodanig dat we kunnen blijven genieten af en toe van een frisse, goede pint. En ook deze site blijft groeien. Zo is er een gloednieuw gebouw bijgekomen met daarin de virusbank. Een diepvriezer vol corona's, omicrons, HIV's en andere virussen en varianten. Meteen een van de meest beveiligde plaatsen van ons land. Dus wat de Noren doen met zaden, dat doen wij met virussen. Geweldig toch? Van
Van de Gaston Geenslaan trekken we naar Gasthuisberg. Naast het universitair ziekenhuis is al het biomedische onderzoek gecentraliseerd. De kruisbestuiving tussen beiden is een immense meerwaarde. En we houden halt bij het REGA-instituut, dat altijd al een voortrekker is geweest in de strijd tegen infectieziektes, zoals corona en vele andere. Wie REGA zegt, zegt Pieter de Zomer. Eerste lekenrector van de KU Leuven. Heel gedreven medisch onderzoeker, actief in de ontwikkeling van poliovaccins, bij de ontwikkeling van penicillineproductie en in zijn voetsporen heel wat uitmuntend onderzoek. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de meest performante anti-HIV-middelen ter wereld, ontwikkeld door Erik de Klerk en Tony Holy. En vandaag in hun voetsporen weer heel wat nieuwe ontwikkelingen. En ook op Gasthuisberg staan er jaar in jaar uit kranen. En dat is een goed teken, want innovatie staat niet stil. Maar onze rondleiding eindigen we in het centrum van Leuven. Meer bepaald op het prachtige binnenplein van het Pauscollege. Zo, hier eindigt ons parcours doorheen de vele LRD-verwezenlijken. In het hart van onze humane wetenschappen, waar onderzoek en studenten steeds vaker bij valorisatietrajecten betrokken worden. En dit zal uiteraard helpen om KU Leuven met LRD tot de meest innovatieve universiteiten ter wereld te blijven laten behoren in de toekomst.